Ik ben vandaag wakker geworden op Danta Bay. Dit ligt heel ver van Paramaribo. We hebben best een lange reis naar hier gemaakt. We waren er rond 5 uur en eigenlijk was ik al om 7 uur wakker om ons klaar te maken. En dan inpakken en allerlei dingetjes doen onderweg. Maar uiteindelijk waren we hier dus om 5 uur. Het is in Sipaliwini. Dus het valt eigenlijk onder binnenland. Ik ben gewoon in het binnenland. Dit is de keuken. En het huisje staat gewoon langs het water. Maar hier kan je niet echt naar beneden om te zwemmen hoor. Zwemmen gebeurt daar. Nou, niet echt zwemmen. Je kan zitten in de soela. En aan de andere kant heb je ook eentje. Daar waar er ook wat mensen zijn. Ik ben nog niet gedoucht. Ik ben net uit mijn bed gestapt. Ik ga eerst wat eten, want voel me niet zo goed. Dit is onze toasteroven. Dus we hebben broodjes getoast. En ze zijn zo hard als beschuit. Dus ik ga het even overzetten naar normaal brood. Dus even crunchen voor de vogels. En de vissen. Vissen. We zijn ontbeten en ik loop nu naar het water. Ik was 2 dagen hier op Danta Bay en we gaan nu weer terug naar Paramaribo. We verzamelen ons eventjes nog om een groepsfoto te maken. Hier bij dat water, het ziet er zo lekker uit. Ik word zo warm en ik wil graag nog even gaan zwemmen. Maar helaas moeten we gewoon beginnen met de terugreis, want we willen niet in het donker aankomen in de stad.